Dag toekomstige studenten en ouders. Mijn naam is Thomas Raps en ik ben huidig prezes van studentenvereniging Creon. Creon is de vereniging die twee richtingen omvat, namelijk biotechnologie en groenmanagement. Deze twee richtingen worden gegeven op de PXL Diepenbeekse campus Green & Tech. Als student biotechnologie kan ik jullie meegeven dat de sfeer op deze campus zeer aangenaam is. Zo is er plek voorzien waaruit je rustig zelfstandig in stilte kunt studeren, maar is er ook plek voorzien waaruit je een leuke babbel kunt aanslaan met je klasgenoot. De catering is al helemaal geweldig. De theorie en de praktijk worden zeer goed op elkaar afgestemd. Zoals je een hoorcollege hebt over nieuwe leerstof, volgt al snel een praktisch labo van deze leerstof. Dit geeft een zeer goed beeld over de relevantie en wat je er later op je werk mee bent. Aangezien de leden van Creon voornamelijk studenten zijn van deze twee richtingen, proberen we die ook zo goed mogelijk bij te staan met hun leerstof. Als ze dus een vraag hebben of ze hebben moeilijkheden om de leerstof te verwerken, kunnen ze bij ons terecht en proberen ze zo goed mogelijk verder te helpen. Natuurlijk bestaat een vereniging niet alleen voor goed te kunnen studeren, maar ook voor een ultieme studentenervaring te beleven. Hierdoor hebben we allemaal activiteiten. En dit gaat huidige schachtmeesteres Charlotte meer uitleg over kunnen geven. Hallo, hi. Ik ben Charlotte Teunis, schachtmeesteres bij studentenvereniging Creon. Jullie hebben net mijn lieftallige prezes al aan het woord gehad, die jullie een beetje heeft verteld over wie dat we zijn, wat dat we doen op academisch vlak. Zeer, zeer belangrijk. Maar na al dat studeren is er vaak nood aan ontspanning. En ook daarvoor zijn wij er. Creon organiseert namelijk doorheen het academiejaar verschillende activiteiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kroegentochten, kantussen, Geneveravonden, mijn persoonlijke favoriet. Maar het moet niet altijd met drank te maken hebben. Dus bijvoorbeeld ook sportactiviteiten doen wij. Lasershoot, Jump Square, om er maar een paar te noemen. Ook nu, bijvoorbeeld tijdens deze coronatijd, zijn wij nog altijd actief. Online weliswaar. Omdat wij eerlijk gezegd gewoon onze leden niet kunnen missen. Maar dat toont ook weer dat wij eigenlijk een heel fijne studentenvereniging zijn. We zijn ook heel klein. Wat het voordeel heeft natuurlijk dat iedereen elkaar kent. Op zeer korte tijd, tijdens onze introductieweek eigenlijk al, leer je al heel veel mensen kennen. En dat is fijn, want voor velen van jullie denk ik dat het bijvoorbeeld het eerste jaar is dat je op kot gaat. En dan is het wel fijn dat je al met ervaren studenten daarover kunt praten, een beetje raad vragen. Want we hebben het allemaal meegemaakt, geloof me, de heimwee en de niet altijd even verstandige beslissingen. Maar daarvoor zijn we er voor elkaar en dat is wel heel fijn. Als dit jullie nog niet heeft overtuigd, dan zou ik zeggen, kijk zeker op onze Facebookpagina. Daar vinden jullie foto's, video's van al die leuke activiteiten die ik net heb opgezond. En hopelijk zie ik jullie dan binnenkort. Aarzel ook zeker niet om vragen te stellen. Wij beantwoorden deze met heel veel plezier. En ik hoop oprecht, tot volgend jaar. Ciao.